Ik weet, het is onmogelijk, maar let's try. Oh, ik kom nu op. Was er een kraak? Iemand, ik noem geen naam, die eigenlijk allergisch is voor franje. Nou, ik denk hierbij echt van, oh my god. Hi, welkom bij een nieuwe vlog en vandaag ga ik een aantal pakketjes laten zien die ik online heb besteld. En ik heb ze even een beetje opgespaard, niet super veel. Het zijn even 1, 2, 3, 4, 5 pakketjes, maar van verschillende websites. En sommige dingen heb ik al gepast en zelfs al gefotografeerd, maar de meeste nog niet. En die ga ik je allemaal laten zien. En deze keer laat ik echt alles zien, ook op mezelf, want dat was een vraag ook van jullie. Van kan je ook eens kleding echt op jezelf laten zien als een echte shopping haul? Nou, dat ga ik zeker doen. Nou, het eerste pakketje die ik ga openen, ik kon het niet laten, ik ben veel te nieuwsgierig. Maar die ik aan jou laat zien is deze. En die is van Love's Rope. Daar ben ik echt heel groot fan van. Ik heb de laatste tijd heel veel van besteld. En nu ook, en je ziet het al. De leopard rok. Ik heb hem even terug in de verpakking gedaan. Ik heb hem al gedragen. Fantastisch. Ik ben de hele zomer, echt letterlijk de hele zomer, op zoek geweest naar een rokje als deze. Het is een leuk fladderrokje. Overslag aan de voorkant. En inderdaad, gewoon aan de zijkant wat je kan vastmaken. Nou, deze rok is niet een echte wrap skirt. Want die zit echt vast. Dit zit vastgestikt. Dus je kan hem niet echt zelf losser maken. Dus je bent echt wel afhankelijk hoe de maat dus is. Ik heb de maat 50 besteld. En die is ook echt de maat die ik nodig heb. Dus hij valt echt wel een maatje kleiner. Er zit totaal geen stretch in. Aan de zijkant zit een heel fijn ritje. Ben ik altijd trouwens met mijn grote handen. Is dit altijd best gevaarlijk bij mij. Ik trek die best wel snel stuk. Maar goed, dat terzijde. Dus hij stretcht niet. Dus je moet hem echt wel een maatje groter nemen. Ook voor het effect van deze rok. Want dan wordt hij iets losser en wat mooier. Heel gaaf om natuurlijk nu door te dragen in de winter. Want het is een best een dunne stof. Maar helemaal niet statisch. Dus hij plakt totaal niet aan mijn been. Dat vind ik fantastisch. Ook als je dus een panty eronder draagt, kan dat heel goed. En het is ook heel erg leuk om een dikke trui te combineren. Ik kan niet wachten. Ik heb hem nu nog gedragen met t-shirts en blote benen. Maar ik ga hem zeker winterproof maken. De andere heb ik nog niet aangehad. En zelfs ook nog niet gepast. Nou, dus dat is voor mij echt een verrassing. Hoe deze zit. Ook dit is een maat 22 UK. Dus een maat 50. Heel mooi printje. En je ziet het, is een beetje een vlokprint. Dus dat betekent dat het een beetje fluweelachtig bovenop ligt. En daaronder zit weer een print. Dus qua print is die echt zo mooi gedaan. Maar kijk, dit is, de mouwen zijn transparant. En iemand, ik noem geen naam, die eigenlijk allergisch is voor franjes. Heeft de laatste tijd vandaag veel franjes in haar kleding. Oftewel, is er een verandering gaande bij mij? Ik weet het niet. Maar ik vind hem heel erg leuk. Het is een langere jurk. Ik zou hier ook denk ik wel de maat 18 van gepast hebben. Maar ik heb deze nog niet aangehad. Dus ik ben heel benieuwd hoe die zit. Maar ik neem altijd wel een maat groter. Of twee maten groter. Vanwege dat hij losser valt. En daardoor wat langer valt. Er zit een onderjurkje ook aan vast. Dus hij is inderdaad dubbel. Dus hij schijnt niet door. Maar de toplaag is dus inderdaad wel transparant. En je ziet het. Oh, zo'n mooi printje. Oh. Echt onwijs mooi. Ik kan niet wachten om te dragen. Ik heb hem ook nog niet echt aangehad vanwege het was nog eigenlijk wat te zomers weer. En nu, ik vind dit wel echt een mooie jurk met een panty, mooie laarsjes. Wat meer herfstachtig. Ook wat tinten. Nou, even geen kledingstuk. Maar deze heb ik besteld bij AliExpress. Ik had een keer een riem gekocht, hè, besteld. Om te testen van, hey, hoe valt het? Ze vallen, tenminste de vorige die ik had, veel ruim zat. Ik ga hem alvast zitten verpakken. Deze heb ik wel al gepast. Maar kijk, is ook weer
Er zit geen belletje, het is gewoon het ceintuurtje zelf. Het is een ceintuur, weer met een tasje eraan. Kijk dan, hoe cool. Helemaal vintage stijltje. Oh, ik hou er zo van. En het is echt de bedoeling dat je hem puur als riempje draagt. Maar deze is wel wat groter dan die andere die ik had. Waar eigenlijk nog niet eens een pakje kauwgom in paste. Deze is inderdaad wat langer. Ik ga testen. Misschien past mijn telefoon er wel in. Hij past. Nou, dat vind ik wel echt ideaal. Want dat weet je, kan ik ook nooit zo heel goed inschatten. Natuurlijk staan soms wel de afmetingen erbij en soms niet. Maar dit vind ik wel heel fijn. Dat hij gewoon iPhone proof is. Enige nadeel is, hij paste me wel, maar ik moet hier een gaatje gaan maken. Dus je ziet waar het laatste gaatje zit. Nou, en ik heb toch echt wel die 10 centimeter meer nodig. Betekent wel dat het riempje echt aan het einde komt, of het sluitingje. Maar dat vind ik niet zo heel erg. Er is genoeg ruimte voor mijn taille en gelukkig maar, dan kan ik hem tenminste dragen. Nou, de meeste dingen die ik bestel zijn toch afkomstig van buitenlandse websites. En de meeste dingen koop ik dan toch wel eigenlijk direct in de winkel. Maar er is een uitzondering. En dat is natuurlijk H&M. En waarom H&M? In de winkel gaan ze maat tot en maat 42 of soms 44. En online tot en maat 50. En dat vind ik wel echt een voordeel. Maar ook een nadeel. Ik heb het al eerder erover gehad dat H&M nu hun maten natuurlijk uitgebreid heeft tot en met maat 50. Maar dat betekent niet dat het echt als een maat 50 valt. En dat vind ik toch wel jammer. En eigenlijk ook wel bezwaarlijk. Want een echte maat 50 kan daar eigenlijk dan toch niet kopen. Ik heb nu 2 items besteld. Waarvan eentje was echt een must-have. Was steeds weg, uitverkocht overal. En toen zag ik hem eigenlijk alweer online. Ik dacht van, dit vind ik wel echt te gek. Omdat de tocht even te bestellen. En het was ook nog in het weekend dat je 20% korting kreeg. Dus dat is natuurlijk extra meegenomen. Nou, H&M heeft natuurlijk dan veel producten die nu tot en met maat 50 gaan. Helaas dus niet in de winkel. Wat ik jammer vind, want dan kan je het niet echt goed passen. Dus eigenlijk, mijn tip sowieso is, bij die artikelen die tot en met maat 50 gaan, neem sowieso 1 maat groter en misschien zelfs wel 2 maten groter. Dus heb jij echt een maat 46, 48, heb je echt die 50 nodig. En dat heb ik zelf gemerkt. En dat zal ik ook laten zien wat ik besteld heb. Nou, je ziet het al een beetje uitsteken. Het ruitje. Nou, dit is dus het item die eigenlijk overal uitverkocht was. Kraak, kraak, kraak. En die ik opeens nog zag dat ik dacht, oh my god, hij staat er weer tussen. En wel in maat 46. Het is een blazer. Inderdaad, leuke ruit. Mooi beige. Een beetje Burberry-achtig. Natuurlijk niet helemaal, maar het lijkt er wel een beetje op. Een langere. Het is meer ook een wat dikkere blazer. Die je ook wel als een soort tussenjas nu zou kunnen dragen. Ik vind het heel mooi. En ik heb hem al gepast. En ik vond hem mooi. Terwijl ik helemaal gek ben van dat printje. Vind ik hem toch iets wat tegenvallen als het gaat om de pasvorm. En dat zal je wel zien als ik hem dadelijk aan heb. Dat het niet helemaal lekker zit. En hij is best wel recht. Dus er zit geen curve of iets in. Maar dat ook niet helemaal lekker zit. Mouwen zijn echt wel een stuk te kort. Maar ja, what's new in my life? Hè? Daar heb ik altijd wel andere laagjes weer voor die ik eronder stop. Dus dat vind ik niet echt een kwalijke zaak. Maar ik vind het een hele gave blazer. Maar niet helemaal lekker. Dus ik ben nog heel erg aan twijfel of ik hem niet terug ga sturen. Nou, qua print ben ik echt helemaal verliefd op dit jasje. Maar qua pas hem helemaal niet. Want kijk, ik moet hem echt helemaal strak trekken. Ik kan hem wel dicht doen. Maar dan zit het hier niet. Hij mist eigenlijk hier een knoop. Hier had er eentje moeten zitten. En ook bij mijn heup is het niet helemaal lekker. Dus met pijn in mijn hart ga ik hem toch terugbrengen. En ja, het is niet anders. Mooi jasje, maar not for my shape. Nou, ik heb 2 items besteld bij H&M. En de andere, dat is dus een artikel die tot en met maat 50 gaat. Online, niet in de winkel. Wat plastic. Nog een ruit. En dit is dus een paperback
rok. Onwijs mooi ruitje, leuke print. En ja, die heb ik dus in maat 50 besteld. En ik dacht nog van, waarschijnlijk zal die wel misschien ietsje te groot zijn. Nou, Edith. Ik ben maar blij dat ik die 50 besteld heb, want deze zit dus perfect. Hier zie je het nog een keer, de bovenkant zit zo'n strek inderdaad in. Ik heb inderdaad dus de maat 50. Dit is geen overbodig luxe, moet ik je zeggen. Hij zit eigenlijk perfect. Zelfs in mijn taille is die gewoon echt aansluitend. Ook op, er zit wel een mooie curve in. En ook die zit helemaal perfect. Dus dit is wel een echte wrap skirt. Niet zoals die andere die ik het zie. Hier zit ook een drukkertje. En dan kan je eigenlijk met de cintuur kan je wel goed aanstrikken. Dat is helemaal leuk. Terwijl ik maat 46-48 heb. En ik heb hier de maat 50 van nodig. En dan kun je je weer af gaan vragen. Is het zo van, hey, we doen tot en met maat 50. Dan lijkt het alsof we dat doen. Maar eigenlijk doen we maat tot en met maat 46. En valt die maat 50 als een maat 46. En dus we houden elkaar een beetje voor de gek. Ik denk dat ze ietsje beter nog op hun maten, hun pasvorm moeten gaan letten. Waardoor deze ook echt daadwerkelijk als een maat 50 gaat vallen. En niet als een maat 46. Kijk, en daarom wil ik het liefst altijd bij H&M gewoon in de winkel dingen passen. Want dan heb ik veel meer het idee van, hey, hoe zit het nou eigenlijk echt? Maar goed, niet alles in de winkel is natuurlijk in mijn maat. Dus ik ben afhankelijk wat de website mij biedt. En zo zijn er natuurlijk veel meer vrouwen die afhankelijk zijn van dat die maat iets groter gaat. In plaats van tot en met maat 44. En nogmaals, ik ben waanzinnig blij dat H&M eindelijk tot en met maat 50 gaat. Maar het is geen echte maat 50. Het liefst shop ik dus in de winkel. Echt, real, passen, meten, noem maar op. Maar ik kan niet anders omdat ik ook af en toe online dingen moet kopen. En dan is die app natuurlijk wel heel erg handig. Want deze heb ik trouwens niet in de winkel gezien, maar wel online dan. Maar die app is dus handig dat je iets scant als het niet in je maat is. Dat je hem alsnog in je mandje kan stoppen en kan bestellen. Van een Nederlandse... een Zweeds origineel natuurlijk website. Ga ik naar een andere Zweedse site. Daar heb ik al een keer eerder iets besteld. Chiquelle. En daar heb ik nu ook een bestelling gedaan. Het zit een beetje vol. Ik ga de eerste maar eruit halen. En dat is een trui. Deze website gaat eigenlijk maar tot en met maat 40. Ze hebben heel veel one size items. Waaronder ook deze trui. Dus one size fits all. Daar geloof ik normaal nooit in. Daarom was ik ook een beetje sceptisch en dacht van, oh, ik ga daar wel dingetjes bestellen. Dit is echt een hele mooie trui. Zo'n kleur zoek ik al de hele tijd. En hier heb ik hem gevonden. Heel mooi, grof gebreid. Beetje, ja, mokka, cognac, chocolateachtig kleurtje. Zo mooi. Dit is dus inderdaad een maat one size fits all. En... hij paste ook, zat ook mooi, zat zelfs niet heel strak. Dus ik denk altijd als je een maatje 34 hebt op 36, is dat natuurlijk een mega grote oversized trui. Bij mij zit hij gewoon heel erg mooi bij fitted. De mouwen zijn ook ietsje uitlopend en echt een heel mooie vorm. Erg leuk, gewoon een recht aan de onderkant, waardoor die mooi zit. Natuurlijk heel erg leuk om te combineren met hele leuke rokjes. En om helemaal herfstproof te maken, kan je met deze trui heel goed. Dus ik heel blij met deze trui. Fantastisch, zit goed. Echt een lekkere, ja, lekker om zin om aan te doen. Zeker een goede tip, als je bij die site bestelt, truien zitten altijd helemaal fantastisch. Maar goed, wat heb ik nog meer besteld? Ik ga eens even kijken. Is een heel leuk blouseje. Even kijken. En dat blouseje is een heel grappig kleurtje. Beetje mosterd, maar dan een beetje meer groenig. Ja, ik kan het niet helemaal omschrijven eigenlijk. Je denkt, oh god, waar is de rest van de blouse? Maar dat valt best wel mee. Het model is best wel boxing, waardoor het altijd wel kan zitten. Ook al is dit een L, die gelijk staat aan de maat 40, past die mij wel heel erg goed. Ook bij de mouwen is die best wijd genoeg. Dus bij mijn armen zit die ook goed. En dit is een hele leuke blouse die je weer ergens onder kan dragen. Om die leuke laagjes te maken. En om natuurlijk, als je een wijdere halslijn hebt van een trui bijvoorbeeld. Is het heel erg leuk om deze eronder te doen. Deze kleur had ik totaal nog niet. Dus voor mijn garderobe is dit een hele mooie aanvulling. Nou, ik heb nog iets besteld van hun. En wel,
Waar ik heel veel vragen over krijg, zijn die mesh tops die ik heb. En dit is er ook eentje. Maar dit is een hele speciale. Heel erg leuk. En wel met extra versiering. Kijk dan, hoe leuk. Met allemaal glinstertjes. Ja, daar ben ik normaal, hou ik daar niet heel erg van. Maar als je deze ergens onder draagt, is het wel veel specialer, zie je dat? Hoe leuk. Dus die mesh tops haal ik echt overal en nergens vandaan. Ik heb al jaren dat ik die verzamel. Maar deze winter zie ik ze echt overal. Dat heb ik al eerder ook genoemd. Maar dus ook bij de website van Chiquelle dus, kom je dit soort topjes tegen. En het is een maat L. Maar het voordeel van dit soort shirts, die rekken en stretchen aan alle kanten. Dus ja, die pas je gewoon wel. En want als je dit zo ziet, denk je echt, oh my god, dat is gewoon maatje, hè? Inny mini. Maar ik kom er wel in. Ik heb hem al eerder aangehad en gepast. Ja, het zit gewoon zo fantastisch. Ik kan gewoon niet meer zonder dit soort topjes. Ik word helemaal, ik zou echt moeten afkicken als dit soort dingen er niet meer zijn. Echt een verrijking van je kleding. Het verlengen van je mouwen, mocht je dat je armen zo lang zijn dat het eigenlijk altijd alles te kort is. Maar voornamelijk ook het stukje fashion. Want we zien natuurlijk heel veel van dit soort colletjes, onderbloesjes. Kijk, ik heb nu gecombineerd een kanten topje met een vintage blouseje. Waardoor het net even een mooie gelaagdheid krijgt. Waarvan ik vind, het wordt net meer fashion en meer trendier. En ja, zelfs ook een beetje wat chiquer of zo. Dus must have. Nou, dan heb ik nog één item. Wat ik echt fantastisch vond. Maar ik wist eigenlijk al, het gaat nooit lukken. Ik bestelde eigenlijk alleen maar bovenstukken. Onderstuk heeft echt totaal geen zin voor mij. Als ze maar tot en met 40 gaan. Ik zie er ook bijna weinig dingen met stretch of elastieke bovenkant of zo. Dus dat heeft ook niet heel veel zin. Ik heb hiervan besteld een maat 40. Maar ze dachten, nou, dat kind komt misschien wel in de maat 38. Lekker verwachten. Ze hebben mij de maat 38 opgestuurd. Nou, het is een blazer. En ik dacht van, het is een double breasted. Dus dat zou nog wel eens wijder kunnen vallen. Kijk hoe mooi dit ruitje is. Zo gave kleurenstelling. En waar ik heel erg van hou is als de knoopjes ook met dezelfde stof zijn bekleed. Het had het net even wat chiquer. Maar nou, dit is het jasje waar ik dus de 38 van kreeg. Nou, ik weet het is onmogelijk, maar let's try. Oh, ik kom nu al. Was het een kraak? Ik kom nu al niet verder dan dit. Nou, dit is het maximale wat ik kan doen. Nou, ik krijg hem niet aan. Ik ga het ook niet verder doen. Want er blijft niet veel van heel. Ben ik bang. De maat 38, nee, ik zat gewoon helemaal vacuüm getrokken in dat jasje. En zo jammer. Ik moet kijken of ik hem gewoon terugstuur of dat ik hem even maken. Heeft niet zo heel veel zin, dus hij moet gewoon terug. En ik moet even kijken hoe ik dat ga doen qua verzendkosten en zo. En anders moet ik hem houden en dan verkoop ik hem wel weer ergens. Dus jammer, maar och, ontzettend leuk. Heb jij wel een maat 38 of 40? Kan je deze natuurlijk heel goed bestellen. Echt een gave jas. Gave blazer. Lang. Mooi getailleerd in de achterkant ook. Van mij killing. Maar juist wel heel erg mooi voor je lichaam. Als deze gewoon oversized model was geweest, had het vast wel ook gelukt. Was het daar wel gelukt. Maar de mouwtjes zijn ook wat krapjes. Dus nee, helaas Edith. Nou, en nu het laatste pakketje en wel mijn favoriet, Shein. Oh, ik vind het altijd zo leuk, ik word helemaal gek. En eigenlijk heb ik in de zomer het merk eigenlijk pas ontdekt. En zomeruitems vond ik ook echt wel geschikt om via die site te bestellen. Maar ik dacht van, hey, let's try en kijken of het ook autumn en winterproof is. Ik ga het zien, ik heb een paar dingetjes besteld, niet heel veel. Ik bestel daar ook nooit heel veel. Ik bestel eigenlijk max 3 items en ongeveer rond de 30 of 35 euro. Weet je waarom? Als het bij de douane komt en het is een heel hoog bedrag, ik geloof boven de 45 euro of zo, moet je gewoon tax gaan betalen en veel meer. Dat is gewoon zonde. Heb je deze site nog niet eerder geprobeerd?
bestel dan ook maar één item. Want dan weet je van, hey, dan weet ik hoe de maat valt. En dan kan ik daarna iets meer gaan bestellen. Ik bestel trouwens alles van de Curve van de grote matenafdeling. Want het is China, het zijn Chinese maatjes. Dus ik kan niet naar de straight size kijken. Want dat valt gewoon allemaal heel erg klein. Dus ik heb een item besteld van de grote maten collectie. Het is een topje 3XL. Dus het is al eigenlijk de grootste maat. En dan zou je denken, voor een topje hoef je dat niet te doen. Maar toch wel. Ik heb deze besteld. Het is een groene top met korte mouwen. En wat ik zo heel erg leuk vond, is dat er inderdaad een taille-riempje in zit. Waardoor je dat heel leuk kan strikken. Ik vind de kleur ook heel erg mooi. Nou, je ziet het. Het gaat echt om die strik die erin zit. Vrij wijde hals. Dus dit is echt wel zo'n topje die zich goed leent om daar weer een ander shirtje onder te doen. Een mesh top of iets anders. Ik heb de maat 3XL besteld. Hij valt ook niet echt super groot hoor. En normaal gesproken zou ik een 1XL voldoende hebben. Maar deze valt dus inderdaad echt wel 1 of 2 maten kleiner dan dat je zou denken. Nou, ik draag nu de top dus met de ceintuur. Maar ik vind hem zelf, ik twijfel toch heel erg. Ik zou het niet snel zo dragen. Als je de ceintuur eruit gaat halen, is het voor mij, werkt het veel mooier. Want dan heb ik gewoon een oversized losvallend topje die zo erin zou dragen. En dan vind ik het toch veel mooier. Zo zou ik hem veel meer dragen dan met die riem. Dus die gaat eruit. En eigenlijk waarom ik hem gekocht heb, die verdwijnt dus nu. Dus dat is wel heel grappig dat je jezelf toch eigenlijk kan verrassen door iets aan te doen. Ik ga hem niet terugsturen, maar als ik deze gewoon in de winkel had gekocht, zou ik hem wel terugbrengen. Maar vanwege het hele gedoe met shipping en alles, vind ik dat dan veel te veel moeite. En ook de kosten zijn daar niet naar. Dus leuk topje, maar werkt niet helemaal zoals ik zelf gedacht had. Nou, deze heb ik ook besteld. En waar het mij eigenlijk om ging, was het topje. Maar het was een, ja, een two-piece set. Dus een topje met een bijbehorende broek. En ik vond het topje gewoon heel grappig. Dus ik dacht van, nou, ik bestel het gewoon. Dat is toch niet duur. Dan krijg je de broeken gewoon gratis bij. Kijk hoe leuk. Ik heb deze wel al aangehad, ook bij een set. Nou, ik heb het nu even aangedaan zoals je het zo, dus zo zou krijgen. Nou, ik denk hierbij echt van, oh my god. Ik wil mijn navel niet zien, de broek is niet hoog genoeg. Het topje is echt een beetje suffig. Maar ik ga eens kijken hoe ik hem zelf zou dragen. Ik denk dus echt om het topje. En de broek kreeg ik natuurlijk gewoon erbij. Dus ik ga het even op mijn manier stylen. Kijken of ik er dan wel blij van word. Nou, je ziet dus wat styling kan doen. Dus de kracht van kleding zit hem eigenlijk in de combinaties maken. Zo zie je dat ik het topje nu, zoals ik in gedachten had, heb gestyled. Met een kanten top in het rood. En op een high-waist broek. Want dat heeft het echt nodig. Want anders is het voor mij echt veel te kort. En nu heb ik wel een hele gave set ervan gemaakt. Dit vind ik heel erg leuk om die weer over een ander topje te doen. Kan een heel simpel blouseje zijn of juist met een printje. Maar hij is best wel kort en dat vind ik wel heel erg jammer. Dus je moet hem eigenlijk alleen maar, of ik kan hem eigenlijk alleen maar dragen met een high-waist rok of een high-waist broek. En dan is het wel heel grappig. Maar alsnog is hij voor mij best wel wat kort. En maar ik vind het printje gewoon heel erg leuk. Het is gewoon een beetje oosters iets. Het is wel dun materiaal, dus eigenlijk is hij wel voor de, ja, voor de winter niet helemaal geschikt. Er zit dus deze broek bij. Het schijnt niet heel erg door. Valt wel mee. Als setje zou ik het niet aan kunnen doen, want deze zit waarschijnlijk te laag in vergelijking met die top. Nou, deze broek, er zit geen stretch in, maar een lifesaver voor mij tegenwoordig. Elastiek aan de achterkant, waardoor je wel wat meer ruimte in je taille hebt. En dat helpt vaak bij de pasvorm. 3XL, de grootste maat, heb ik echt aan nodig. Ik denk dat deze gewoon de kast in gaat. En volgend jaar, voorjaar, zou ik die wel weer eruit halen. Nou, en dan heb ik nog één ding, laatste artikel. En wel deze broek. Die heb ik al aangehad. Heb ik al looks mee gefotografeerd. Heb ik zelfs al in de 7 days, 7 outfits laten zien. En dit is dus die broek met bretels, zeg maar, die er gaan vastzitten. Onwijs leuke broek. En ook de maat 3XL heb ik hiervan gepakt.
Want als ik hem kleiner had genomen, was hij waarschijnlijk echt te strak geweest. Ik moet je zeggen, hij heeft wel echt een ceintuurtje nodig. Want anders is het echt een hoogzwanger gevoel. En dat wil ik natuurlijk niet echt hebben. Leuk, lekker eigenwijs, daar hou ik van. En ja, gewoon, ik heb hem niet voor niks natuurlijk al gedragen. Een van mijn favorieten. Heel wijd, uitlopende pantalon. Echt mooi. Lang ook genoeg voor mij. En dat vind ik ook altijd wel verrassend. Dat, ja, dat ze bij de Chinese markt dan toch zo'n broek wel lang genoeg maken. Ja, mooi, leuk. Absoluut de moeite waard om dit soort dingen dus te bestellen. En ik vind dit ook wel een broek. Ja, die kan je gewoon nu in de herfst en zeker ook in de winter goed dragen. Ik ben wel verrast dat ik toch wel wat herfst- en winter items bij Shein gewoon heb kunnen bestellen. En ik denk dat ik dat nog wel een paar keer ga doen deze winter. Nou, er zijn natuurlijk voor- en nadelen als het gaat om online shoppen. Nadelen zijn, je weet niet hoe de maat valt. Je weet niet hoe de stof voelt. Je weet de kwaliteit niet. Dat zijn allemaal dingen als jij shops niet kent. En zeker ook niet hun maatvoering en hun producten. Dan is het wel voor mij een tip van bestel gewoon één keer één item. En dan weet je hoe het valt. Ik ben zelf heel erg van... Ik heb niet altijd iets specifieks nodig, dus ik weet ook niet waar ik naar op zoek ben. En ik loop vaak makkelijker in winkels tegen dingen aan. Dus ik laat me inspireren wat ik op dat moment zie. Online kan het natuurlijk ook. Dus zie ik mensen op Instagram en die dragen bepaalde dingen. En daardoor word ik geïnspireerd en denk van wauw, dat is een heel leuk merk. Daar ga ik een keer kijken. Dus eigenlijk gebeurt het bij mij ook wel zo dat ik geïnspireerd kan raken door mensen online. Maar niet zozeer door producten die ik alleen maar op de website zie. Dus mijn tip, ga inderdaad kijken van, hey wauw, nieuwe merken leren kennen. Kun je ook doen door mensen te volgen en zeker op Instagram kijken van wat dragen zij, waar hebben ze bepaalde merken vandaan. Zo heb ik kennis gemaakt met een merk als Loftrope. Pink Love is ook zo'n merk. Shein is natuurlijk echt zo'n online merk. Dus het zijn allemaal merken, ja, die had ik van tevoren niet zelf bedacht of zelf gezocht. Dus erg leuk om zo kennis te maken met nieuwe merken. Heb jij vragen over hoe ik online shop? Heb je vragen over de merken die ik je heb laten zien? Stel ze gerust hieronder en ik kom bij je terug. Nou, ik hoop dat ik je geïnspireerd heb. En blijf vooral kijken en tot gauw weer. Bye.